mensen is van, nou ja, ik heb het toch liever zoals we het hier aan het doen zijn, de kans waar we hier op gaan, dan wat daar doen. Nee, mijn kind met wapensteek moet er niet aan denken. Weet je, het is hartstikke geweldig. Maar het punt wat ik wil maken, en waar ik me altijd heel erg bewust van ben, het is allemaal hartstikke leuk en aardig dat wij in een bubbel leven en dat wij steeds softer willen worden en dat wij steeds zwakker willen worden. Vergeet niet dat om ons heen mensen niet zo zijn. En ik vergeet nooit dat er echt kwade krachten zijn op deze planeet die hun eigen weg volgen. En de weg waar wij in het westen op zitten, of heel veel mensen, ik denk dat je, ja, maar je wel heel zwak, dat we heel zwak aan het worden zijn op bepaalde vlakken. En dat zie je aan alles. Dat zie je aan alles, hoe paniekerig we ook zijn. We gaan zo natuurlijk een coronavirus-update doen, maar mensen cancelen vakanties. Heel bangig allemaal. En het is, in plaats van gewoon het leven gewoon aan te kunnen en met kracht, zijn een aantal dingen eruit aan het slopen, dat soort mechanismes. Terwijl om ons heen, China, gefocust door Rusland, gefocust door, en zelfs Amerika, met de leiderschap van Trump. Ik ga ook op een bepaalde manier met krachtig leiderschap gewoon door. En wat zitten wij aan het doen? Wij zitten elkaar constant ruzie te maken dat de straatnamen in Amsterdam te wandelijk zijn. Of dat er niet genoeg moslimnamen in de straatnamen van Amsterdam, dat van de Herengracht, dat de Mohammedgracht moet worden. Hey, wij zijn daarmee bezig. We zitten elkaar constant. En ik heb hier een hele stapel met berichten waar we maar tegen elkaar uitgespeeld worden. Wij zijn bezig met belachelijk geld uit te geven aan klimaat. Nonsens. Terwijl het geld, omdat het allemaal voor onze kinderen en het is allemaal verschrikkelijk. Ja, stel nou dat het waar is, laten we het allemaal maar uitgeven. Terwijl er zoveel problemen zijn die niet opgelost worden. Softer, 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 softer. En de wereld om ons heen, die gaat gewoon gefocust door. Geloof me. Echte verhaal, laten we even een update doen, want de beste update die ik kan geven, de meest eerlijke en de meest niet gespinde, is om gewoon eens even kijken naar de cijfers die we op dit moment hebben. Nou, we hebben dus die fantastische website, de link zullen we overal delen, want het is een lastige URL. Maar dit is het aantal mensen dat op dit moment dus de diagnose hebben gekregen dat zij het coronavirus hebben. Dat staat op het moment van dat ik het opneem op 96.636. Dus zeg maar 96.000. Wat heel belangrijk is, is dat de mensen die dus het coronavirus gehad hebben, hoeveel er inmiddels van genezen zijn, dat zijn er al 53.610. Dus we zitten nog steeds op een genezing van meer dan 50%. En het aantal doden staat op dit moment op 3303. Dus 3303. En wat nog steeds heel belangrijk om te weten dat van die 3300, 2900... er in mainland China zijn. Dus, en ja, dus meer dan 3000 gewoon in China, in het totale China. En dus het is voornamelijk een Chinees probleem. Daar hebben we het feitelijk ook. En er zeggen mensen, dat zeggen van, ja, maar je ze nou, geloof je, die cijfers in China, ze zijn veel hoger. Ja, maar luister, als ik de cijfers in China niet zou kunnen geloven, jij gaat ervan uit dat ze hoger zijn. Dan kan ik net zo goed denken van, ze zijn eigenlijk veel lager. Het enige wat ze willen is paniek creëren in het Westen. Wat, overigens, als dat het doel is, wel gelukt is. Want nu zijn we alweer, is er een vliegtuigmaatschappij, is failliet gegaan. En dat is Flybe, heet dat volgens mij. Dus die is failliet gegaan. En het is echt, de afgelopen nacht is dat gebeurd. Die hebben gewoon, zeg maar, de vluchten gecanceld. En eerlijkheid, er moet gezegd worden. En dit is ook wat nu vervangend wordt rondom dit coronavirus. Dat heel veel wordt erbij gehaald. Hè? En coronavirus wordt als een excuus gebruikt. En dat zijn in dit soort situaties ook dingen waar je scherp op moet zijn. Want je blijft analyseren. Is van, wat is nou echt aan het coronavirus? Of wat wordt gebruikt als een coronavirus, sister? Daar is een plek om het zo te zeggen. In het klein
goh, ik wilde eigenlijk niet op die vakantie. En nou, het coronavirus, oké, laten we dat maar cancelen, dan krijgen we ons geld terug. Om maar zo te zeggen. En hetzelfde met de Flybe, dat had al heel veel problemen. Was al failliet aan het gaan. Boris Johnson heeft kritiek gehad, want die wilde het helpen. Dus de Engelse overheid heeft het geprobeerd te helpen. Maar nu natuurlijk hebben mensen echt gecanceld en mensen vliegen op dit moment echt minder. Dus nu heeft Flybe gezegd van oké, we kappen ermee, we kunnen het gewoon niet meer aan. Maar nu zeggen ook heel veel passagiers, die zeggen van do not use coronavirus as an excuse. En daar zit natuurlijk wat in, daar moet je altijd scherp op zijn. En de banken in Amerika, die maken zich nu helemaal klaar voor disaster plans. Disaster plans. En dit is natuurlijk ook weer, wat voor ingrepen, dat merk je natuurlijk ook, de links-rechts weer centrale banken die ingrijpen, renteverlaging in Amerika. In hoeverre wordt dit ook weer aangegrepen om iets in het financiële spectrum aan te passen of aan te richten? Of op te ruimen. In hoeverre wordt het corona? Ik zeg niet dat het coronavirus niet echt is. Maar we hebben net gewoon die echte cijfers gezien. Dat dus buiten China een paar honderd mensen inmiddels zijn overleden. Maar het mooiste is, ook hoorde gisteren hoorde ik het verhaal dat in Spanje was er iemand overleden. Oh, een corona dode in Spanje. Dit was een man of vrouw, dus 99 jaar. 99 jaar, ja. Ik bedoel, als je al een verkoudheid krijgt op 99-jarige leeftijd, dan is de kans ook al groot dat je dat niet overleeft. Maar dus, zo gaat het maar door. En de banken die zijn echt bezig met, en je hoort nu allemaal verhalen van dat Canary Wharf in Londen, dat HSBC, de bank ontruimd is omdat het virus heeft. Maar het gaat maar door. Kijk, en ja, de vraag is, gaan we er goed mee om nu? Moeten we nog meer in paniek zijn? Jullie kennen mijn positie daarin. Gewoon redelijk rustig kijken naar de feiten. Ik heb ze net opgenoemd. Meer dan 50% is alweer genezen van het coronavirus. En ja, als we kijken alleen eventjes naar Europa, dan is het niet veel mensen die eraan zijn overleden. Daar moeten we gewoon heel eerlijk en duidelijk over zijn. Maar één manier om het op te lossen is zoals Kim Jong-un het in Noord-Korea natuurlijk doet. Die schiet je gewoon dood als je dit hebt. Ja, ik zeg natuurlijk niet dat we dat hier moeten doen. Maar het is wel een manier om het op te lossen. Maar natuurlijk niet. Maar Kim Jong-un overleefde North Korean official reportedly executed for breaking coronavirus quarantine. Dus die zat in quarantaine en heeft, ik weet niet, is die opgestaan uit zijn bed of zo, en is meteen doodgeschoten. Die Kim Jong-un, die doet het zo. Die is, die